Nou, ik kan zeggen, ik vind dit de beste editie. Film by the Sea zit er bijna op. Artistiek directeur Leo Hannewijk blikt tevreden terug. We wilden meer aandacht voor filmliteratuur. Dat komt goed uit de verf, de talkshows zijn goed bezocht. Ook doordat het Delta Paviljoen zo dichtbij ligt. En we hebben meer filmbezoekers getrokken. Kijk, in de afgelopen jaren, als je een heel groot Delta Theater aan de overkant van de straat hebt met concerten van Bluff, dan telt dat mee in de kaartverkoop. We hebben wat minder schoolvoorstellingen, maar toch komen we ongeveer uit naar verwachting op 41.000 bezoekers. En dat is pure winst, want het zijn allemaal filmbezoekers. En dat is heel goed. Na een week hard werken zit ook voor de medewerkers het festival er bijna op. Hebben ze er nog een beetje zin in? Of zijn ze helemaal kapot? We vroegen het de garderobe, juffrouw. Voor mijn gevoel, ik weet het niet zeker, het is gewoon mijn eigen idee, is het heel druk geweest. De barmedewerkster. Vooral de avond is elke avond wel chaos. Maar het is wel heel erg leuk, het is wel echt heel druk geweest. De kassamedewerker. Vooral het is keihard werken. Maar ja, we merken op zich wel dat er heel veel bezoekers zijn. Het is anders natuurlijk als gewoon bioscoop draaien. Maar ja, het is hartstikke leuk om te doen. En de hoofdredacteur van de dagkrant. Tamelijk hectisch, ja. We proberen toch om met een man of zes eigenlijk het volledige programma te zien en te beschrijven en mee te nemen. Dus het zijn 90 films, alles met elkaar. Ietsje meer nog, geloof ik. Dus ja, het is behoorlijk hectisch. Het maken lange dagen. Maar het is ook heel leuk. En het is een hele... hele fijne manier om echt heel intensief dat festival mee te beleven. Tot zover deze laatste aflevering van de PZC-journaal over Film by the Sea. Zondag is het uw laatste kans om nog wat films mee te pakken. Het programma begint al om 10:00 ochtends en veel van de tijdens het festival vertoonde films zijn nog één keer te zien. Waaronder Zeeuwse Ridders, Tamara Drew, Submarino, The Killer Inside Me, Yo Tambien, Año Bisiesto en natuurlijk The American. Tot ziens!